Cultuur in actie! Eigenlijk is dit wel een hele leuke avond gewoon. Want je komt allemaal mensen tegen die je al een tijd niet gezien hebt. Bijvoorbeeld Alfred van der Heuvel. De laatste keer dat wij elkaar gezien hebben was bij het gevoel van... Ja, 85 jaar geleden. 185 jaar geleden. Een hele lange tijd geleden. En mijn vriendin die heeft daar vroeger ook nog gedanst. En daar zaten we net even over te praten. Die stond op zo'n blok. Die stond onder andere op zo'n blok, ja. Ja. Hoe leuk is dat? Hoe is het met je? Nou, met mij persoonlijk is het heel goed. Ja? Gezondheid goed. Gezond en alles... Ja, en ik ben natuurlijk... ik ben acteur, dus ik zit in de gevarenzone. Allerlei collega's om me heen, die vallen allemaal om. Het is echt heel erg. Ja. Hele producties gaan niet door. Honderden mensen, enfin, daar kunnen we het nog over hebben. Maar met mij persoonlijk gaat het goed. Ik doe een solo, of ik deed een solo. Al die voorstellingen zijn gecanceld. Maar ik heb gelukkig... het basisinkomen voor de bejaarden, hè? De AOW. Dus die opvang heb ik. Ja. Dus daar ben ik wel blij om. Maar zo'n solo die gecanceld wordt, dan word je daar toch paniekerig van, denk ik? Nee, ik werd er niet paniekerig van. Ik denk, het zij zo. Ja, dit zijn echt hogere machten. Okay. Je kan niemand aanwijzen die daar schuldig in is. Ik denk, het gaat nu allemaal niet door. Nee, dat snap ik. Je hoeft ook niet de schuldig aan te wijzen. Maar ik kan me dan wel voorstellen dat je dan denkt van, ja, maar wat nu? Ik snap het, ja. Ja, eigenlijk reageerde ik vrij laconiek erop. Ik denk, hoe reageerde je dan? Nou, jammer. Okay. Maar we gaan nieuwe avonturen tegemoet. En ik ben gaan schrijven en doen. Dus ik ben altijd bezig in mijn hoofd. Altijd, mijn hele leven al. Ja. Dus ik hoef ook nooit op vakantie, want het gaat hier toch maar door. Ja. Maar ik denk, het komt wel weer terug. Maar nogmaals, ik kon ook zo reageren doordat ik die financiële basis heb. Dus daar moet ik er wel bij zeggen, hoor. Collega's van jou hebben die financiële basis niet. Nee, dat is ook heel erg. Ja. Die zit echt met de handen in het haar. Daar praat je over. Daar heb je gesprekken mee. Ja, daar heb ik natuurlijk ook gesprekken mee. Wat hoor je dan? Wat zeggen ze dan? Wat ze zeggen is, we zijn aan het solliciteren. We proberen met mensen in aanraking te komen. Daar in het land. Om maar iets in de toekomst te verzinnen om te gaan doen. Ja. Dus mensen vinden zichzelf opnieuw uit, dat is het eigenlijk. Oké. Okay. Ja. En is dat goed? Of is dat, ja, dat niet is, goed? Dat is wel een goede vraag. Je snapt wat ik bedoel, hè? Dat is inderdaad, dat is een goede vraag. Je ziet sommige mensen daarin opbloeien, die ineens een energie krijgen. Ja. Die denken, we moeten de cultuur überhaupt helemaal nu gaan redden. Ja. En je hebt er die wegzakken. Ja, die niet meer de straat op durven of zo, weet je wel, die echt in een depressie terechtkomen. Ja, maar dat klinkt heel heftig. Mensen die wegzakken... Ja, die... maar dat zal wel in een hele hoop bedrijfstakken zo zijn, ben ik bang. Ja. Denk je dat de cultuurtak hard wordt aangepakt, te hard wordt aangepakt? Krijgen die de harde klappen? Nou, die kregen we toch al min of meer, vond ik. Wij zijn ook vermarkt op een gegeven moment. Ja. En dat is eigenlijk alleen maar erger geworden... ik weet bij God niet, ik heb geen idee hoe dit zich zal gaan ontwikkelen. Er zal ongetwijfeld ook een nieuw elan komen, dat kan niet anders. Mm-hmm. Mensen zijn zich nogmaals, die zijn bezig zich opnieuw uit te vinden. Die gaan verbonden en concties aan. En, ik bedoel, zoals wij nu al heel even praten van, weet je nog, voor hetzelfde geld denk ik morgen in een bedje, zal ik die Gijs eens even, misschien wil die dat of dat wel met mij. Weet je, er komen mensen durven ook ineens. Ja. Dus ja, ik kan er echt geen pijl op trekken. Maar jij doelt misschien ook op iets financieels? Precies. En ik heb het vanavond al een paar keer verteld... dat het kabinet heeft 300 miljoen neergelegd voor de cultuursector. Maar dat geld is volgens mij al binnen een dag was dat weg. Of was het op, of was het uitgegeven. Ja. Heel veel mensen die maken zich toch druk dat het naar een bepaalde sector toe gaat. Klopt allemaal. Dus het is niet genoeg. Nee, het is natuurlijk nooit genoeg. Nee. Hoewel, dat is ook weer niet helemaal waar, hoor. Maar er moet natuurlijk... De kunst is ondergewaardeerd. En dat is geen... Ik wil niet gaan klagen hier, maar dat is gewoon zo. Ook omdat, kijk... Ondergewaardeerd door de Nederlandse regering? Door de natie of door de regering. Het heeft geen nut. We hebben ook geen nut. Ik bedoel, de schoorsteen gaat er niet van roken. We maken geen auto's. We maken geen potten pindakaas. Wij doen iets wat... Ja, wat de gekte voor geeft. Dat sommige mensen leuk vinden of interessant. Of het heeft geen nut, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want het heeft wel degelijk nut. Theaters zitten vol. Ik zag Albert Verlinde een tijdje geleden... zag ik bij Bo of bij Op1 of whatever...
in een talkshow zag ik zeggen dat het een hele winstgevende sector was. Een sector waar heel veel geld in omgaat. Daar heb je wel gelijk in, Gijs. Cultuur in de breedste zin van het woord levert ook op. Mm-hmm. Ik geloof 4% van het BNP of zo. Het levert ook wel degelijk wat op. Dus het heeft wel degelijk nut? Dan heb jij gelijk. Ik zit te denken vanuit mijn specifieke situatie in theater. Ja. Ja. Kijk, ik vind het belangrijk dat je een Shakespeare-voorstelling of een Heijermans in volle bezetting kan blijven zien om een traditie door te geven. En daardoor te laten zien waar wij eigenlijk vandaan komen en waar we naartoe gaan met z'n allen. Ja. Want die stukken vertellen de grote verhalen. En het is belangrijk dat je die blijft kunnen zien. Maar ja, maak dat maar eens duidelijk. Ja. Denk je dat de cultuursector verdwijnt? Nee, zeker niet. Kijk hier, alleen maar in dit gebouw al. Ik wist helemaal niet van het bestaan af. De fabriek. Je zit hier in de Utrechtse cultuurhal. Nou, je weet niet wat je meemaakt. Ja. Wat? Nou, dan voel ik meteen de energie opkomen. Dus daar moet iets komen. Dat gaat niet weg. Nee hoor. Dat gaat niet, maar het wordt anders. Ja. Het wordt... Maak je daar zorgen over? Nou, ik persoonlijk... Nou, ik, ja. Nee, maar dat vertelde je al. Dat jij persoonlijk maak je geen zorgen. Maar maak je een beetje zorgen over hoe de toekomst eruit ziet voor de entertainment, voor de cultuur? Mensen zijn zo inventief. Wel praktisch, omdat al die grote producties ineens wegvallen. Dat je, jeetje, honderden mensen op straat, duizenden bezoekers die niet komen. Maar laten we zeggen, op een wat abstracter niveau, geloof ik dat er een heel nieuw elan aan gaat komen. Ja? Ja, dat voel ik. En doe jij zelf iets om daaraan mee te werken? Ja, ik schrijf. Ik schrijf. Okay. Ik schrijf voor mezelf. Ik heb een solo gedaan in het Tapas Theater. Mm-hmm. En dat is eigenlijk voor het eerst dat ik iets voor mezelf geschreven heb, wat ik ook heb uitgevoerd als solo. Ik denk, jezus, dat ga ik doordoen. Ja, ja. Lekker op mijn oude dag. En door het land heen kachelen. Dus, Wanneer gaat dat weer gebeuren? Wanneer denk je dat het weer kan? Nou, ik denk dat er vanaf september wel weer mogelijk is. Mag ik daar nog één ding over zeggen? Ja, over jezelf opnieuw uitvinden. En hoe gek het kan zijn. Dat Tapas Theater waar ik heb opgetreden, dat is eigenlijk, omdat het zo'n leuke formule is, is al corona-proof. Er kunnen niet zoveel mensen in. Er zijn drie kleine zaaltjes. Dus die konden zo weer starten. Nou is er een missieve uit de overheid of RIVM, dat koren mogen niet meer. Hè? Nee. Want die scheiden te veel corona af. Of zo. Nou ja, of als er slecht geventileerd wordt. Of, ja, ja, maar ja, dat deed mocht niet. Dat kon niet. Maar individuele zangers wel. Ja. Toen dacht het, ik had ze aan de telefoon, Tapas Theater. Ik dacht, nou, dat is goed, want wij hebben een programmering met een individuele zanger. Dus gaat goed. Ja. Toen kwam er weer een wijziging. Er moet 8 meter tussen zitten. Dan sta je daar op straat. Ja. Dus het is voortdurend dat je denkt, nou ben ik je blijft jezelf verbeteren gewoon. En veranderen, ja. Ja. Ja, het is een bijzondere periode. Nou, maar dat kan je wel zeggen. Je ziet het wel positief in. Kom je op ziet zeg. Het positief tegemoet. Ja, ik zie het positief tegemoet. Ja. Ja. Zeg je dat ook tegen de mensen die wat depressiever zijn? Nou, ik ga niet het blije ei uithangen, want het vind ik ook niet gepast. Nee. Maar als we dan zo aan het praat zijn, en dan ga ik voorzichtig toch zeggen, maar we kunnen toch ook dit doen. En als we dan gaan we op een kleedje. Ja. Dan kan ik natuurlijk. En ik gaan we samen wat schrijven. Of we halen die erbij. Zullen we bellen nu? Ga nu even bellen. Ja. Nou, die kan ook. Dan borrelt er weer van alles. Dus ik ben niet negatief. Cultuur in actie. .nl, dat is de website. 225.947 deelnemers zijn er al. Dat is echt wel veel. Mensen die virtueel demonstreren voor deze sector. Nou, dat is een hart onder de riem. Jij gaat ook tekenen, denk ik. Sure. Hier op het bord. Doe je dat voor jezelf of doe je dat voor meerdere mensen? Nou, de twee die hiervoor zaten, David van der Tempel en Julia Berendsen. Ja. Daarmee zou ik een thriller hebben gedaan in het Tapas Theater toevallig. Onder leiding van Dick van de Heuvel. Mm-hmm. En daar zaten nog twee mensen bij. Dus ik teken voor, met mij eraf, 4 mensen. 4 mensen. Heel goed. Sure. Dankjewel. Niet weer over 85 jaar afspreken. Zullen we dat eerder doen? Dankjewel, Alfred. Alfred van de Heuvel. Ik hoop dat er nog een plekje is voor je. Nou. Kun je erbij? Streep je omhoog.